Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom voor de tweede opeenvolgende week vanuit de prachtige Oude Kerk in Zwijndrecht. En wat kreeg ik van de week? Mooie reacties op dit prachtige orgel. En ik ben het met jullie eens, want wat inspireert het om op te improviseren? En dat ga ik vanavond weer doen. Vorige week ging het over psalmen, vanavond gaat het over andere geestelijke liederen. En ik ga dadelijk beginnen met een improvisatie over werk, want de nacht zal komen. Ik weet nog dat ik vroeger met mijn vader naar concerten ging van Klaasje Mulder. En die begon en eindigde ook altijd zijn programma's met improvisaties. En daar ging ik echt voor klaar zitten. En op een dag kwam die werk, want de nacht zal komen voorbij. Toen dacht ik later, daar ga ik over improviseren. Vanavond combineer ik het nog met een ander lied, het Ambrosiaans lofgezang. Dat doe ik speciaal voor Arie Korevaar. Arie zei van, noem mijn naam maar niet, maar toch even belangrijk, want hij zorgt ervoor dat we hier terecht kunnen in deze prachtige kerk om opnames te maken. Arie Korevaar van bakkeliet.nl. Bedankt voor het afstemmen, dank voor de donaties en dank voor de mensen die een banner plaatsen, waardoor we ons programma wereldwijd kunnen laten bekijken. Ga genieten van dit prachtige orgel en deze fraaie akoestiek in Zwijndrecht. En om te beginnen dus een improvisatie over werk, want de nacht zal komen in de vorm van een mars. Thank you.
Ja, en na het imposante geweld van het volle orgel een meer ingetogen improvisatie. En mijn moeder zong het vroeger ook al vaak, dat prachtige lied Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. En soms is het ook heel mooi om in een paar registers zo'n orgel te laten zingen in deze prachtige kerk. En dat ga ik doen. De holpijp van het hoofdwerk, daar begin ik mee. En dan komt er een prachtige hoge fluit, vier voet als uitkomende stem. Geniet van Abba Vader. En dan nu Amazing Grace, een lied wat gaat over wonderbaarlijke genade. Maar we kennen natuurlijk dat Amazing Grace allemaal wel vanuit de oorsprong met die prachtige doedelzakken. Het werd ook in de buitenlucht gespeeld door hele grote orkesten. En ook die grote trom die komt er dan op een gegeven moment in naar voren. Nou, dat zit allemaal op dit prachtige orgel, dat gaat u horen. Ik ga dus improvisatie beginnen met de doedelzak. Je hoort dan in het pedaal. De grote trom en op de klavieren
het geluid van de doedelzak. Geniet van Amazing Grace.
kennen allemaal nog wel van vroeger de bundel Alles wordt nieuw. Hanna Lam en Wim ter Burg die schreven prachtige nieuwe liedjes. En de eerste in de eerste bundel heet Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En over dat liedje ga ik nu improviseren. Wat ons brengt bij het prachtige lied waar de volgende improvisatie over gaat. De Heer is mijn herder. Thank you.
En vanavond is de laatste improvisatie een improvisatie over het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God. Een uitgebreide fantasie. Begin met een intrada, een toccatine, dan komt er een koraalbewerking. En dan een finale met een slotkoraal van dat prachtige lied. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Thank you.
Met dit machtige koraal van een vaste burcht sluiten we deze uitzending af. Maar niet getreurd, volgende week en de week daarna zijn we ook weer in het mooie Zwijndrecht. Maar dan met Man of Hope, een prachtig mannenensemble wat ook hier in deze kerk ontstaan is. Maar daar vertel ik volgende keer meer over. Voor nu bedankt voor het kijken, bedankt voor het afstemmen. Dank aan de organisatie van vanavond. Voor morgen een goede zondag en ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.